Wat is volgens u zo leuk aan het maken van televisie? Nou, het leuke is dat je heel veel onderwerpen die je zelf grappig vindt of interessant vindt of waar je meer over wil weten, ja, die kun je aan een heel breed publiek laten zien. En dat vind ik wel grappig. Dus je maakt zelf een hoop dingen mee, maar die kunnen ook andere mensen zien doordat jij het maakt. Ja. En was het altijd al een droom om bij de televisie te maken? Ja, eigenlijk wel. Toen ik klein was, had ik al een videocamera waar ik altijd zelf filmpjes en zo mee maakte. Ik wilde ook altijd wel later bij de televisie werken. Heeft u een programma waar u echt heel trots op bent? Wat ik heel leuk vond om te maken was Echte Penose. Okay. Dat was een programma, daar stond elke week een crimineel die vroeger heel veel geld verdiende met slechte dingen. En alles weer was kwijtgeraakt. Die vertelde terug over hoe zijn leven was. En het was heel spannend natuurlijk om die mensen te vinden, dat was heel lastig. Om te zorgen dat we al die dingen dan in beeld kregen, was wel iets wat ik heel leuk vond om te maken. Ja. En is ook een programma waar u absoluut niet trots op bent? Waar je achteraf van had ik het beter maar niet gemaakt? Of? Nou, op zich, alles wat ik gemaakt heb, denk ik wel, je hebt er toen voor gekozen om het te maken. Dus sta ik wel achter. Maar natuurlijk heb je altijd, als je iets gemaakt, je bent nooit helemaal tevreden. Ja. Dus je hebt altijd wel dingen in een programma dat je denkt, dat net even anders of dat net anders of ietsje minder scherp of ietsje scherper. Dat heb je eigenlijk wel na elk programma. Ja, en dan kan je natuurlijk daarna kijken van wat doe ik anders als er een tweede seizoen komt. Ja, precies. Ja, dus het is altijd fijn als je de kans krijgt om een tweede seizoen te maken, dan wordt het altijd weer beter. Ja. Hoe ziet een dag van het leven van een producent eruit? Nou, dat is eigenlijk heel verschillend. Dus nu zit ik vaak op kantoor en je hebt brainstorms, dus waarin je nadenkt over nieuwe programma's. Maar soms moet je een programma-idee uitwerken, soms ga je naar de zender toe om het te presenteren. En wat ik zelf heel leuk vind om te doen, maar dat doe je natuurlijk steeds minder als het bedrijf groter wordt, is om ook echte programma's te maken. Dus vaak maak ik dan zelf een eerste aflevering of doe ik de eerste dagen zelf. Maar ja, verder zit er op elk programma een team, dus ben je ook veel, eigenlijk je gaat steeds van programma naar programma een beetje op een dag. Ja, waarom bent u gestopt met presenteren? Want u heeft een hele lange tijd programma's gepresenteerd en daar bent u op een gegeven moment mee gestopt. Ja, waarom? Nou, ik moest wel een beetje kiezen, omdat ik presenteerde allemaal kinderprogramma's en ik produceerde allemaal programma's die over allerlei onderwerpen gingen die weer niet zo geschikt waren voor kinderen. Dus voor RTL 5, ik heb het nog nooit gedaan, maakten we en Passie in de Polder en dat soort dingen. En toen dacht ik, ik vind de carrière als producent vind ik eigenlijk belangrijker, bedrijf. En ook qua tijd en zo moet je dan op een gegeven moment toch kiezen waar ga ik voor. En toen heb ik daarvoor gekozen. En was het moeilijk om die keuze te maken? Ja, natuurlijk is het wel moeilijk. Ook weer niet. Want het bedrijf, dat is iets wat je echt zelf hebt opgebouwd. En als presentator word je natuurlijk altijd gewoon gevraagd om in een programma je ding te doen. En dat is niet echt jouw programma. Maar het is ook wel heel leuk om te doen. Dus het is wel lastig om dan te denken, ik ga dat nu niet meer doen. Dus ik zeg ook niet meer dat ik het nooit meer ga doen. Want we hebben vorig jaar nog 5 Extreem bijvoorbeeld gemaakt, wat ik ook presenteerde. Maar het belangrijkste is wel het bedrijf, dus dat gaat wel altijd voor. Dus het sluit niet uit om nog een keer een programma te presenteren? Nee, sluit het niet uit. Maar het is niet, over een jaar of dat er al plannen zijn om te... Nee, niet concreet. Nee. Oké. En heeft u nog grote toekomstplannen naast dan misschien ooit nog presenteren? Echt plannen wat u echt graag zou willen doen? We maken nu best wel veel programma's voor RTL 5 en voor NPO 3. Het lijkt me leuk om dat gewoon verder uit te breiden. Misschien ook voor NPO 1 een programma te maken. Dat gaan we nu ook doen. Of voor RTL 4. Je wilt eigenlijk steeds een stapje groter wil je gaan. Steeds dus dichter naar het hoofdpodium eigenlijk. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. En heeft u een tip die u mee zou willen geven aan toekomstige televisiemakers? Wel een beetje wat jullie nu eigenlijk gewoon doen. Dus dat je gewoon op mensen afstappen. Dus zoals nu als je een interview wil regelen. Dan kun je er heel ingewikkeld over doen, maar je moet gewoon bellen of een mailtje sturen en het gewoon regelen. En dat is later niet anders. Als ik nu een idee heb en ik wil dat een zender dat koopt, dan moet je er ook voor staan en het overtuigend brengen. Dat moet je eigenlijk iedere keer blijven doen en zorgen dat je het leuk vindt. Ja, en zoals ik vertelde net, ik wou u graag interviewen omdat u een voorbeeld voor me bent. Heeft u nog een voorbeeld in televisie maken? Niet echt één voorbeeld. Ik vind Michiel van Erp, dat is een documentairemaker, die vind ik heel erg grappige dingen maken. En ik vind
En ja, wat Reinhard Oerlemans ooit voor bedrijf heeft opgebouwd, dat vind ik ook heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder wat John de Mol allemaal in het buitenland weet te doen. Dus ik heb eigenlijk een beetje meerdere voorbeelden heb ik. Zoals John de Mol, die heeft natuurlijk ook in het buitenland en, ja. Midden natuurlijk. Zou je dat ook op een gegeven moment de stap willen maken naar de programma's maken voor andere landen? Ja, dat zou wel gaaf zijn. Het is wel lastiger bij ons soort programma's, omdat The Voice, dat is natuurlijk is heel slim bedacht. Maar dat is natuurlijk echt een show. Ja, je kunt ook The Voice of Italy doen en The Voice of USA. En dat is natuurlijk als je de programma's die wij maken, zijn vaak reality programma's. Ook vaak over dingen die heel erg in Nederland spelen. En dan is het, als je bijvoorbeeld, ik heb het nog nooit gedaan, in Spanje wilt maken. In Spanje zijn ze heel preuts. Daar zul je dat minder snel aan verkopen. Dus het is, de format die we nu hebben, sommigen zouden er heel geschikt voor zijn. Maar het is lastiger dan bij grote studioshows. Ja, en als ik een beetje naar uw programma's kijk, zoals ik heb nog nooit gedaan, is toch een beetje wat ik idee krijg om taboes te doorbreken. Ja. Maar dat zou juist dan kunnen in een land zoals Spanje, waar het juist niet... Waar je nu zou denken, eigenlijk kan ik daar juist niet, maar dan zou het juist eigenlijk daar wel kunnen. Het zou wel goed zijn misschien, maar dan moet maar net een producent daar, van zender daar zijn, die dat ook aandurft om dat te doen. En in Nederland heb je NPO 3 en RTL 5 bijvoorbeeld. Nou, dat zijn altijd zenders die net even wat pittigere dingen doen, om ook taboes te doorbreken. Ja, en niet in alle landen heb je ook dat soort zenders. Huh. Nu heeft u natuurlijk een tijd geacteerd bij Zoek. Nou, veel mensen uit mijn generatie zullen natuurlijk als eerste Ewout Gelderman zou dat zeggen natuurlijk. Ooit nog een keer willen acteren? Nee, ik denk acteren niet meer. Ik heb echt wel gekozen voor produceren en presenteren. En acteren vond ik heel leuk om te doen toen ik net begon. Ja. Maar dat zou ik nu niet zo snel meer doen. Oké.